allemaal. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe thuisopdracht. Ik ben juf Joep en ik ben muziekdocent. Maar ik ga vandaag niet in mijn eentje muziek maken. Ik doe dat samen met theaterdocent Gabri. En hier is Gabri. Hey, ik mag vandaag meedoen met mijn nieuwe collega Jul, die een muziekopdracht gaat doen. Jul, wat gaan we doen? Wij gaan een thuisdrumstel maken. Nou, als die vorige opdracht met sevens, oftewel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, als je hem nog weet, als die nou goed ging, dan kunnen we inderdaad wel eens een lesje gaan drummen. Nou zijn waarschijnlijk je ouders thuis aan het werken en die zijn niet zo blij, denk ik, als jij op een echt drumstel gaat drummen. Dus ik heb een gedempt drumstel voor jullie speciaal uitgevonden. Hier heb je wel een aantal dingen voor nodig, waaronder als eerste een rol foliepapier. Ik heb toevallig drumstokken, maar dat kan ook bijvoorbeeld houten slaapbestek zijn. Moet je maar eens even in de keukenlaar kijken of je dat thuis hebt. En verder heb je een A4'tje nodig en een stuk karton. Dat is alles. Oh nee, vergeet ik het allerbelangrijkste nog. Nou, drie stoelen heb je nodig. Drie stoelen, die gaan we even klaarzetten. Zien we elkaar zo meteen terug. Tot zo! Ik heb twee kwasten gevonden, want ik had geen stokken. Hier kan het ook mee, toch? Prima, dat kan helemaal. Okay. Ik wel dat ze dik genoeg zijn dat ze niet zullen breken als je iets harder slaat. Oh ja, het zijn natuurlijk wel gewoon kwasten. We moeten wel voorzichtig doen. Inderdaad. Okay. En nog even één tip voordat ik het vergeet. Als je nou thuis enkel houten stoelen hebt, wees creatief. Bind er misschien een kussen omheen of zo. En ook hier op het zitvlak. Want anders klinkt het nou niet zo mooi, namelijk als alles van hout is. Dus zoek naar gestoffeerde stoelen. En als je dat niet hebt, nou, jullie zijn waarschijnlijk zo creatief dat jullie daar wel iets op kunnen verzinnen. Oké. Okay. Wat gaan we doen? Ik heb hier een drumstel nagebouwd. Ik heb over mijn rugleuning een stuk foliepapier heen gelegd. En dat lijkt eigenlijk, als je daarop tikt, als een hi-hat. Een hi-hat? Ja. Luister maar eens mee. Heel goed. Voor mij, op het zitvlak op de stoel, heb ik een stuk papier neergelegd. Ja. Gewoon een wit A4'tje. En dit is eigenlijk de snare. Luister maar mee. Heel goed. En op de grond, misschien wel het allerbelangrijkste van het drumstel, daar ligt voor mij een stuk karton. Niet omdat ik smerige voeten heb, maar juist om het attack een beetje wat groter te krijgen. Dan klinkt hij net wat lekkerder dan dat je geen stuk karton hebt liggen. Dit is de bass drum. De bass drum. En de bass drum die doet eigenlijk dit. Een stamp. Heel goed. Nou wordt het moeilijk. Rechts gaat over links. Heel goed. En rechts gaat op de hi-hat drummen. En die tikt 1, 2, 3, 4. Doe maar aan. 1, 2, 3, 4. Mijn voet, die ligt hier op de grond. Die staat op de grond. Ja. Die gaat zo meteen op tel 1. En tel 3 gaat die stampen op mijn stuk karton. Dat klinkt dan 1, 2, 3. Doe maar na. En 1, 2, 3, 4. Nog een keer. 1, 2, 3 en 4. Kunnen we dat nou eens samen doen? Dus en de hi-hat en dan in dit geval de bass drum met onze voeten bij. Komt die aan? De bass drum erbij. Oké. Okay. We beginnen even met de hi-hat en dan komt de bass drum er wel later bij. Ja. En daar gaan we. 1, 2, 3 met de bass drum. En 1, 2, 3. Laatste keer. 1, 2, 3, 4. Geweldig. En als dat nou allemaal goed gaat, dan gaan we hem nu heel moeilijk maken. Door op tel 2 en 4 met onze linkerhand en linkerstok op dat witte A4'tje te slaan. Oké. Okay. Weet je wat? Ik tel 1, 2, 3, 4 vooraf. Dan beginnen we eerst even alleen met onze hi-hat. Dan komt onze voet er iets later bij. En dan komt als laatste onze linkerhand, oftewel de snare. 1, 2, klaar voor? Dus we bouwen hem langzaam op. Oké. Okay. De hi-hat. 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 4.
ja, mijn drumstel viel langzaam uit elkaar. Als je nou een stukje tape hebt, tape dan maar meteen even goed vast. Goeie tip, ja. Ja. Hartstikke goed gedaan en tot de volgende keer. Ik ga nog even hier oefenen, want ik vind het super leuk.